In die tijd was een favoriete gedachte dat daders psychopaten zijn. Dat de daders van de Holocaust mensen waren aan wie een steekje los zat. Mensen met een autoritaire persoonlijkheid of gewoon Duitsers. Hoe kon een doorsnee Duitser uitgroeien tot een massamoordenaar? De Universiteit van Nederland presenteert historicus Dr. Bart van der Boom. Dank u wel. De Nederlandse historicus en jurist en overlevende van Bergen-Belsen, Abel Hertzberg, die in de jaren 60 en 70 een bekende Nederlander was, die hield in de jaren 50 eens een lezing over zijn ervaringen in de oorlog. En na afloop van die lezing stak een Joodse mevrouw uit het publiek haar vinger op en zei: meneer Hertzberg, hoe voorkomen wij nu dat onze kinderen weer slachtoffer worden? En toen zei Hertzberg: mevrouw, dat is het probleem helemaal niet. Het probleem is, hoe voorkomen wij dat onze kinderen beulen worden? Dat antwoord veroorzaakte waarschijnlijk een kleine schok in die zaal, omdat hij daarmee iets zei wat toen heel ongebruikelijk was, namelijk: daders zijn gewone mensen. Dat zouden onze kinderen kunnen zijn, dat zouden wij zelf kunnen zijn. En dat was in die tijd een vrij ongebruikelijke gedachte. In die tijd was een favoriete gedachte dat daders psychopaten zijn. Dat de daders van de Holocaust mensen waren aan wie een steekje los zat. Mensen met een ingewikkelde vaderbinding of mensen met een autoritaire persoonlijkheid. Of gewoon Duitsers. Raar volk. En dat is geruststellend, want dat zijn wij niet. Dus dat houdt dat kwaad op afstand. Dat gelooft inmiddels eigenlijk niemand meer. Inmiddels weten wij allemaal dat die daders heel uiteenlopende mensen zijn. En dat daar dus mensen tussen zitten die op ons lijken. En dat roept natuurlijk de enigszins prangende vraag op: hoe kan het dat gewone mensen vreselijke dingen gaan doen? Daar zijn in principe, om het heel erg te versimpelen, drie verschillende antwoorden op mogelijk. Het eerste antwoord is dat daders ontketende barbaren zijn. Je zou kunnen zeggen dat is de vernistheorie. Het idee, de beschaving is een dun laagje vernis en als je die eraf krabt, dan hou je de mens in zijn naakte gedaante over. En die mens in zijn naakte gedaante is een soort sadist. Dat is iemand die gewoon graag wil moorden en verkrachten en platbranden. Dus als je mensen, of in ieder geval mannen, met wapens de wereld instuurt en zegt alles mag, dan gaan ze dat doen. Want dat is gewoon wie wij eigenlijk zijn. Daar zit wel iets in, want bij daders van de Holocaust vind je mensen die duidelijk in hun element zijn. Die vinden inderdaad een soort bestemming, die krijgen plezier in het moorden. Maar een volledige verklaring is dit niet, omdat er ook heel veel daders zijn die geen plezier krijgen in dat moorden. Sterker nog, een van de redenen dat er uiteindelijk gaskamers zijn gebouwd, is omdat het zo ongelooflijk zwaar was om mensen face-to-face dood te schieten. Dat mensen geen plezier hebben in dat moorden, dat is het best aangetoond in een boek dat ik u allemaal zeer kan aanbevelen. Dat is dit boek, dat heet Ordinary Men van Christopher Browning. Dat moet u echt allemaal lezen, zeer deprimerende kost, maar heel verhelderend. Ordinary Men gaat over politiebataljon 101. Dat is een groep politiemannen uit Hamburg, grotendeels mannen van middelbare leeftijd, geen fanatieke nazi's, meestal sociaaldemocraten, die in de zomer van 1942 worden ingezet bij massa-executies van Joden. En dit zijn ze. Browning laat heel precies zien hoe dat gaat. Die zit heel dicht op die mensen. Hij laat bijvoorbeeld zien hoe in juli 1942 die mannen voor het eerst opdracht krijgen om dit te gaan doen. Dan vertelt hun meerdere, kapitein Trapp, een vaderlijke man die zij papa Trapp noemen, die vertelt hen: mannen, de opdracht voor vandaag is, wij gaan zo meteen naar het dorpje daar verderop, dat heet Josefo. Daar drijven wij de Joodse bevolking bij elkaar, die mensen laden wij op vrachtwagens, die rijden wij naar het nabijgelegen bos, daar moeten ze een grote kuil graven en we schieten ze allemaal dood. En terwijl Trapp dit vertelt, huilt hij. Hij weet, ik vraag iets vreselijks van mijn mannen. En daarbij zegt hij, wie dit niet kan, moet dat nu zeggen. En dan zijn er, eerst is er één persoon en later nog een paar die weigeren op een bataljon van een paar honderd man. Dus dat is heel interessant. Je ziet, het is duidelijk, dit is geen leuk werk. En je kunt het weigeren, maar dat doet toch bijna niemand. Dus
waarom? Het antwoord dat Browning daarop geeft, en dat is eigenlijk het tweede mogelijke antwoord op deze vraag, is in essentie gehoorzaamheid en groepsdruk. Allereerst gehoorzaamheid. Kapitein Trapp, die zelf niet een heel intimiderende autoriteitsfiguur is, heeft wel gezag bij die mannen, want het is een soort vaderlijke figuur. Dus als Trapp zegt, dit moeten we doen, heeft dat al een zekere autoriteit, een zeker gezag. Maar nog sterker is, Trapp verwijst naar het allerhoogste gezag. En dat kan niets anders betekenen dan Hitler. En Hitler heeft zeker in de omstandigheden van een oorlog een zeer groot gezag bij deze mannen. Dus een van de redenen waarom die mannen dat doen, is omdat ze het moeilijk vinden om ongehoorzaam te zijn. En dat is een menselijk trekje. U heeft vast allemaal wel eens gehoord van het beruchte Milgram-experiment, waar in Amerika in de jaren 60 in Yale University in New Haven mensen worden gevraagd, proefpersonen, om achter een grote kast met allemaal knoppen te gaan zitten. En zij moeten via een microfoon vragen stellen aan een andere proefpersoon, die ze niet kunnen zien, maar wel horen. En als die proefpersoon de vragen verkeerd beantwoordt, moeten zij hen een schok geven. Moeten zij een tuimelschakelaartje induwen en dan krijgt die persoon een schok. En die schok wordt steeds hoger. En zegt de man in de witte jas die daar is erbij, dat is om te testen of die mensen beter gaan leren als je ze straft bij het verkeerde antwoord. Dat is niet zo. Het experiment is eigenlijk om te zien hoe ver die mensen gaan in het uitdelen van die schokken. En dat gaat zo. Een white cloud. Horse, rock, house. Answer. Wrong. 150 volts. Answer, horse. Experiment. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. Refuse to go on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Next word is sad. Do I make you going? Continue, please. Oh, sad. Sad. En hij gaat door. De uitkomst van het experiment is dat 2/3 van de proefpersonen gaan door tot dodelijke schokken. Ook al horen ze, die man aan de andere kant van de muur geeft niet eens meer antwoord. En toch gaan ze door. Waarom? Niet omdat ze het leuk vinden. Dat zie je ook aan deze man. Deze man vindt dit heel naar. Die denkt, waar ben ik nou in terechtgekomen? Maar omdat er een man met een witte jas is die zegt, u heeft geen keus. U moet verder. U moet door. The experiment requires you continue. En dan gaat zo'n man verder. Zo zijn wij. Ja, wij denken nu allemaal, nee, zo zijn wij niet, maar 2/3 van ons is zo. Dit experiment is vaak overgedaan, een paar jaar geleden nog in een soort Frans spelprogramma en de uitkomst is altijd hetzelfde. Tweede reden die Browning naar voren brengt is groepsdruk. Op het moment dat kapitein Trapp tegen zijn mannen zegt, wie dit niet kan, moet nu uittreden, dan gaan die mannen natuurlijk naar elkaar kijken. En als er dan maar één uittreedt, geeft dat een heel duidelijke boodschap, namelijk, weigeren is de uitzondering. Als je je weigert, plaats je eigenlijk buiten de groep. Bovendien, weigeren is ook eigenlijk onkameraadschappelijk. Want al die mensen weten, ja, dit moet toch gedaan worden. Als ik weiger, moet iemand anders het doen. Die mannen die weigeren, die zeggen ook niet tegen hun kameraden, mannen, dit is slecht, dit moeten we niet doen. Nee, die zeggen, ik ben hier te zwak voor. Ik kan dit niet. Waarmee ze dus impliciet zeggen, wie sterk is, die doet dit wel. Wat je daar dus aan ziet, is dat die groep, die omstandigheden, die bepalen eigenlijk wat normaal is. In groepsverband doen wij dingen die wij individueel niet zouden doen. En iedereen die ooit ontgroend is, of in een legioen supporters heeft meegelopen, of gepest is, of gepest heeft, die weet hoe dat werkt. Wij zijn meelopers. Dat zijn dus de verklaringen die Browning geeft. Dus gehoorzaamheid en groepsdruk. Je zou dus zeggen, dit zijn geen mensen die de moraal hebben afgeworpen, zoals de bevrijde barbaar. Dit zijn mensen die de moraal hebben thuisgelaten. Maar ook dat is niet een geheel sluitend antwoord. Omdat kapitein Trapp op die ochtend in juli 1942 nog iets anders interessants zegt. Hij zegt namelijk tegen die mannen, mannen, als jullie dit moeilijk vinden, denk dan maar aan je eigen vrouw en kinderen thuis, die iedere avond gebombardeerd worden door de Amerikanen.
En dan denken wij, wat heeft dat met elkaar te maken? Maar die mannen van politiebataljon 101, die weten precies wat dat met elkaar te maken heeft. Die hebben namelijk al heel vaak dit soort posters gezien. Dit is een zogenaamde parole der Woche. Die werd in Duitsland aangeplakt op bushaltes en op peperbussen en op schuttingen. En heel vaak hadden die deze strekking, namelijk er is de Jood, de karikaturale Jood, die zit achter de gordijnen verborgen en die trekt vandaar aan de touwtjes. En die zorgt ervoor dat deze oorlog is ontstaan en die zorgt ervoor dat deze oorlog ook blijft voortduren. En die is er dus voor verantwoordelijk dat jullie vrouwen en kinderen worden gebombardeerd. Dus die Joden in dat dorpje Josefo, die zien er misschien wel volkomen weerloos en onschuldig uit, maar dat is schijn. Die mensen maken eigenlijk onderdeel uit van een gigantische samenzwering die het op ons gemunt heeft. En dat geloven die mannen van politiebataljon 101 wel een beetje. Dus dat helpt wel hun gedrag verklaren. Als u na het lezen van Browning nog niet depressief genoeg bent, kan ik u nog een ander boek aanbevelen. Dat is dit boek, Nazi Doctors van Robert J. Lifton, boek uit de jaren 80. Dit is geschreven door een Amerikaanse psychiater, die een tamelijk voor de hand liggende vraag stelde, namelijk, hoe kan het dat artsen werkzaam waren in Auschwitz? In Auschwitz waren veel artsen werkzaam. En dat lijkt gek. Dat zijn mensen die zijn opgeleid om levens te redden en die werken in een vernietigingskamp. Dus hij is die mannen gaan bestuderen, heeft een aantal van die mannen ook gesproken. En in essentie is hun antwoord, wat ik daar deed in Auschwitz was niet strijdig met mijn plicht als dokter. Want ik heb een hogere plicht dan het redden van het leven van het individu, namelijk het redden van het leven van het collectief. Die mannen die dachten over het Duitse volk als een soort organisme en die zeiden het Duitse volkslichaam werd bedreigd door een parasiet of een kankergezwel of iets anders bedreigends en dat waren de Joden. Dus om het Duitse volkslichaam te redden moest ik die Joden uitroeien en uitsnijden. Dus wat ik deed was eigenlijk in overeenstemming met mijn plicht. Lifton noemt dat therapeutisch doden. Dat is natuurlijk een krankjorende gedachte, maar inmiddels zijn historici het erover eens dat zeker hoog in het regime vrij veel mensen dat oprecht geloven. Die denken niet dat die samenzweringstheorieën dat iets is wat je het volk moet geven, die geloven oprecht in die samenzweringstheorieën en dat is een van de redenen waarom dit gebeurt. Dus, wat is de les? Hoe voorkomen wij dat onze kinderen beulen worden? Er zijn natuurlijk allerlei lessen. De les van die bevrijde barbaar is dat wij onze lage driften een beetje moeten leren beheersen. En dat is wat iedereen die kinderen heeft, die kinderen alsmaar probeert bij te brengen. De les van die gehoorzaamheid en die groepsdruk is een les die wij ook eigenlijk allemaal al mee hebben gekregen, namelijk wij moeten individuen zijn. Wij moeten geen meelopers zijn. Wij moeten zelf blijven nadenken. Bevel is geen goede gedachte. Dat zijn bekende lessen. Ik denk dat er uit die Jood achter de schermen ook nog wel een belangrijke les is te trekken, namelijk dat wij zeer huiverig moeten zijn voor dat soort paranoia. Nou geloof tegenwoordig, tenminste in onze wereld, geloven niet veel mensen meer in de Joodse wereldsamenzwering. Maar op internet is een veel bekeken film, die heet Zeitgeist, waarin allerlei samenzweringen uit de doeken worden gedaan. En een van die samenzweringen gaat helemaal over bankiers. Bankiers die aan de touwtjes trekken en oorlogen ontketenen, et cetera. En dat stuk van die film heet zelfs Don't Mind the Man Behind the Curtains. Als je daar bankiers zou vervangen door Jood, heb je regelrechte nazi-propaganda. Nou kun je zeggen, nou ja, dat is allemaal spielerij, dat is voor geouwe hoer in de kroeg en voor grootspraak op het internetforum, dat is eigenlijk helemaal niet van belang. En misschien is dat zo. Aan de andere kant, in de Verenigde Staten is een hele subcultuur van mensen die denkt dat de federale overheid erop uit is om hun vrijheid af te nemen en daarom wapens in wil nemen. Dat is ook een buitengewoon paranoïde idee. En dat was voor Timothy McVeigh in 1995 reden om een gigantische bom te laten ontploffen voor een overheidsgebouw in Oklahoma, waarmee hij, ik geloof, 170 mensen doodde, inclusief meer dan 60 kinderen in de crash op de begane grond.
En in onze wereld is een hele subcultuur van mensen die zeker weten dat de politieke elite het op een akkoordje heeft gegooid met de Arabische oliestaten om de grenzen open te zetten voor islamitische immigranten die hier de macht gaan overnemen. Googelt u maar eens op Arabië en je komt in een wereld vol paranoia terecht. Dat was voor Anders Breivik reden om maar eens een flink aantal veelbelovende, jonge, idealistische mensen neer te knallen. Nou kun je zeggen dat zijn moorddadige gekken die anders misschien wel een andere reden hadden gevonden. En misschien is dat zo. En toch zou ik zeggen, als ik u één les mee mag geven, hoed u voor dat soort paranoia. Tot zover. Gewone Duitsers. Het volgende college gaat over gewone Nederlanders.